Een ukulele is eigenlijk een soort kleine gitaar die wat makkelijker te bespelen is en nog steeds prima werkt als begeleiding bij de liedjes. En zeker bij kinderliedjes is dat ontzettend geschikt instrumentje ervoor. En je kan het ontzettend snel leren spelen. Voor je erop gaat spelen is het heel belangrijk dat de snaren goed gestemd zijn. Ik heb daar een filmpje over gemaakt hoe je dat kan doen met een app daarvoor. Dus begin daarmee. Zoals je ziet is dit een hele vrolijke rode ukulele. Je hebt ze in allerlei kleuren, maar ook gewoon in traditionele houtkleur. Een gitaar is veel groter, heeft ook een wat grotere klank, kan je veel meer mee, maar is ook wat moeilijker om te leren. Dus wil je het eenvoudig houden, kan je gewoon bij een ukulele beginnen. Neem je ook wat makkelijker mee. Een gitaar heeft 6 snaren, een ukulele heeft er 4. 1, 2, 3, 4. Die moeten eerst gestemd zijn, dus daarvoor ga je naar het filmpje over het stemmen van een ukulele. Als je hem helemaal hebt gestemd, dan kan je ermee gaan oefenen. Deze hand is je rechterhand, deze hand je linkerhand. Voor linkshandigen kan dat prima ook op deze manier. Heb je er echt moeite mee omdat je het liever andersom wil vanwege je linkshandigheid, dan zou je hem ook qua snaren om moeten laten bouwen door iemand die daar even handig in is. En dan kan je hem wel op deze manier bespelen. Maar niet zomaar, dan moet je ook echt dat andersom zetten. Je ziet hier een soort van ijzeren streepjes, dat zijn verhogingen. En die zorgen ervoor dat de snaar precies op die plek zich afklemt. Dus als ik hier deze snaar indruk in dit vakje, dan klemt die zich bij dat ijzeren verhogingje af. Dus waar je vinger in dat vakje zet, maakt niet heel veel uit. Ergens in het midden is prima. Ga je er een beetje overheen, dan hoor je dat dat anders is. Dus zo is hij zonder vingers. En zo met. Dus je maakt de snaar kleiner, waardoor die hoger klinkt. Zit ik er een beetje naast, dan krijg je dit gekke geluid. Dus je zet je vinger daar zo op. Heb je een beetje lange nagels, dan moet je het iets platter doen. Met kortere nagels is het wat makkelijker, maar het gaat ook prima met wat langere. Nou, je ziet dat ik nu met mijn duim hier aansla. Dat kan ook met een vinger. Dan ga je van, maar het is wat makkelijker van boven naar beneden. Je kan ook je vingers zo op elkaar houden en dan met je nagels spelen. En dan ga je even uit je pols, kan je heen en weer. Je merkt dat ik mijn vinger op één specifieke plek zet. Dat heeft te maken met wat een akkoord is. Als ik zomaar mijn vingers nergens zet, dan hoor je dit. Om die tonen te wisselen, moet je je vinger dus op een specifieke plek zetten. Zo'n groep tonen die je dus krijgt als je die snaren allemaal aanslaat, dat noemen we een akkoord. En dus dat is het woord in de muziek die je gebruikt voor de groep tonen waarmee je dus onder andere kan begeleiden. En daar heb je allerlei verschillende voor en dat ga ik je in de andere filmpjes allemaal uitleggen hoe dat werkt. En dan krijg je bijvoorbeeld zoiets. Het handigste is om die één voor één ook te oefenen. En per akkoord heb ik daar een filmpje van gemaakt. Maar ook hoe je, als je dat akkoord eenmaal kan en kent, hoe je dat bij een liedje inzet. Dus wat je dan ook weer met deze hand doet. Dus filmpje voor filmpje kun je steeds meer wijzer worden hoe je die ukulele bespeelt en bij het muziekkwartier ook echt kan gebruiken om je liedje te begeleiden, waardoor het allemaal net wat vrolijker en leuker klinkt en wat meer muzikale variatie erin komt. En voor jou is het natuurlijk ook uitdagend om zoiets te leren. Probeer het gewoon. En ga naar het filmpje van het eerste akkoord. Muziekkwartier staat voor spelend leren met plezier. Wil je alles weten over de muzikale ontdekkingsreis waarin leren en spelen hand in hand gaan? In mijn boek Muziekkwartier en in de live trainingen neem ik je mee in de wereld van ontwikkelingsgericht werken met muziek. Met creatieve muzikale materialen, interactieve spelvormen en aandacht voor het individuele kind
en het groepsproces.